Opdracht 1. Ga een gloeilamp en een spaarlamp met elkaar vergelijken. Hier zie je het energiestroomdiagram van een gloeilamp. Neem het over en schrijf eens op welke vorm van energie hier ingaat, wat hier uitkomt en wat hier uitkomt voor deze energieslurpende gloeilamp. Vraag 1b. De gloeilamp heeft een vermogen van 60 watt, staat erop 60 W. En de spaarlamp heeft een vermogen van 12 watt. Vraag 1a. Je ziet hier een energiestroomdiagram van een gloeilamp van 60 watt. Er gaat energie in en die stroomt eruit, vandaar die naam. Dus mijn vraag, hoe heet energievorm 1, 2 en 3? Vraag 1a. Vraag 1b. Ik had al gezegd, een gloeilamp van 60 watt geeft evenveel licht als een spaarlamp van 12 watt. Klopt ongeveer. Als je weet dat ze evenveel licht geven, teken dan eens dat energiestroomdiagram van die spaarlamp. Vraag 1c. 90 joule gaat erin bij de ledlamp, 50 joule is warmte. Bereken het rendement van de ledlamp. Antwoord op vraag 1. 1 is elektrische energie, 2 is licht, 3 is warmte. 2 punten als je ze allebei goed hebt, 1 fout, 1 punt eraf. Je energieverbruik zal 5 keer minder zijn, dus de breedte van deze pijl is 5 keer minder dan die. Kun je meten. De hoeveelheid licht was hetzelfde, dus de breedte van die pijl is even groot. En wat erin gaat, komt ook weer eruit. Dus het reststukje, zeg maar, om gelijk hier uit te komen, is hier warmte. Ook 2 punten, als deze helemaal goed is, 1 fout, 1 punt eraf. Bereken het rendement van de ledlamp. 90 joule gaat erin. 50 joule is warmte. Dan is 90 min 50, 40 joule over voor licht. Het rendement is 1 nuttig gedeeld door E totaal keer 100%. Geen P, want dan zou er een W moeten staan van wat. Hier staan joeltjes, vandaar die E. Deel je nuttige energie, licht, 40 joule door je totaal, 90 keer 100%, 44% is het rendement van de ledlamp. 2, hier zie je een caloriemeter en dat spiraaltje heet het element. Dit is dus een warmtebron en die heeft als functie om alleen maar warmte te geven. Noem nou nog eens 3 warmtebronnen op die je kent. Het antwoord, zorg dat je hem eerst hebt gemaakt. Bijvoorbeeld een waterkoker, cv-ketel of oven. Die moeten alleen maar warmte geven. Lamp is dus niet goed. 2 punten. 1 fout, 1 punt eraf. Vraag 3 over de dompelaar, oftewel de warmtemeter, oftewel de caloriemeter. Deze sluit ik aan op een spanningsbron en dan gaat er een stroom vloeien. En dan reken ik het vermogen uit en dan kom ik uit op 30 watt vermogen. Ik zet hem 5 minuten aan. Hoeveel warmte is dan afgegeven? Uitwerking, schrijf eerst de gegevens op. Vermogen is 30 watt en de tijd moet in seconden. 5 keer 60 is 300 seconden. Gevraagd de E. Bij de oplossing schrijf je de formule op. E is P keer T, mag ook Q. En dan kom je uit op 9000 joule, oftewel 9 kilojoule. Vraag 4. Ik heb een maascilinder en die is mooi tot hier gevuld. Dat water ga ik daarin gieten. En het vermogen is 30 watt. Ik lees een begintemperatuur af van 22 graden Celsius. En ik start mijn proef. En stop na 2 minuten. Ga ik even opschrijven en dan komt er een vraag. Dus ik heb een dompelaar met een vermogen van 30 watt. Mijn proef duurt 2 minuten en mijn begintemperatuur van het water is 22 graden Celsius. Er zit 80 milliliter water in. En nu is de vraag, wat is nou de eindtemperatuur? Hoe warm is dus het water na 2 minuten?
De uitwerking, als dit de gegevens zijn, is het handig als je weet dat het water is om de waarde van C, de soortelijke warmte, er even bij te schrijven. Die is 4,18 joule per gram graad Celsius. Nou, de eindtemperatuur wil je weten. Als je begint met de opgenomen warmte is gelijk aan de afgestaande warmte, dan zeg je dus eigenlijk de warmte die het water opneemt, Cm delta T, is de warmte die af wordt gestaan, want er staat niks van verloren energie. Dan mag je dat zeggen. C is 4,18. M, nou je hebt 80 milliliter en een milliliter is een kubieke centimeter water, dat is gewoon 1 gram, dus dat wordt 80 gram. Delta T weet ik niet. P weet ik wel. En de tijd moet in seconden, 2 minuten, 120 seconden. Nou, dan is delta T, die keer die, gedeeld door die keer die, 10,8 graden Celsius. Dus het wordt 10,8 graden Celsius warmer. In het begin is je temperatuur 22. Dan wordt die 10,8 warmer. Dus je eindtemperatuur is je begintemperatuur plus je eind, plus je delta T. Kom je uit op 33 graden Celsius. 4 punten voor die. Vraag 5. Noem 4 energiebronnen en noem een voor- en een nadeel. Nou, een voorbeeldschema. Fossiele brandstof bijvoorbeeld. Een voordeel is een makkelijk te winnen. Nadeel, je krijgt het versterkte broeikaseffect door die vele CO2 die vrijkomt. Windenergie, een voordeel is dat er geen CO2-uitstoot is. Nadeel is de horizonvervuiling. Bij zonlicht, je kunt het op je eigen dak doen. Nadeel is dat het niet mooi is. En bij biomassa kun je zeggen bijvoorbeeld, er ontstaan geen vervuilende stoffen, zoals zwaveldioxide bijvoorbeeld. Dat is een voordeel. En een nadeel is dat het vaak voedsel is dat gewoon verbrand wordt. Vraag 6 over het zonnepaneel. Het is een beetje warm zijn, is prachtig weer. Nou, bijna een eitje bakken. Het zijn niet zo goed dat die warm worden, dan gaat er veel energie verloren. Rendement is niet zo hoog. Het vermogen van de zon bij som 6 was op die dag 1400 watt per vierkante meter. Oppervlak van één paneel is 1 vierkante meter. En 6 panelen samen leveren 1200 watt. Wat is nou het rendement van het zonnepaneel? Van de panelen. Bereken dat eens. Nou, nuttig vermogen is wat eruit komt. Dat is dus wat geleverd wordt. En het totale vermogen is wat erin gaat, dus van de zon, 1400 watt voor 1 vierkante meter. En we hebben 6 vierkante meter, dus 1400 keer 6 is 8400 watt. 1 punt voor die en 1 voor die. Nou, 4 punten in totaal voor de vraag. Schrijf de formule op, vul hem goed in, P nuttig gedeeld door P totaal. 1 punt voor dit stuk en je laatste punt voor de goede uitkomst, 14%. En dit is een HF-plus ketel met een heel hoog rendement, maar 95% van de warmte die verbrand wordt gaat dus naar het water. Dus je zou denken dat die eigenlijk niet warm zou moeten zijn, maar toch wel... Nou, som 7 is dit. De verbrandingswarmte van aardgas is bekend. En we gaan 0,12 kubieke meter aardgas verbranden. Water wordt verhit en de eindtemperatuur is bekend. Die is 90 graden Celsius. Som 7. In 4 minuten tijd wordt 0,12 kubieke meter aardgas verbrand door de cv-ketel en er wordt 11 liter water verhit tot maar liefst 90 graden Celsius. Erg heet. Het rendement van de ketel is 95%. Bereken de begintemperatuur van het water. Gegeven, de verbrandingswarmte van aardgas is 32 megajoule per kubieke meter. De C is de soortelijke warmte van water, dat verhit je, is 4,18 joule per gram graad Celsius, soortelijke warmte van water. Het volume van het aardgas is bekend. De eindtemperatuur, grote T, is gegeven. De massa die haal je uit die 11 liter water, is 11 kilogram. En de tijd, die was ik vergeten op te schrijven. Nee, toch niet? 4 minuten tijd. Dus de tijd is 240 seconden. Gevraagd de eindtemperatuur. Nou, de formule is rendement is de nuttige energie gedeeld door de totale energie keer 100%. Dan streep je die 100% weg, dus hier deel je door 100. En dan deel je die 95% ook door 100. En dan is die al iets makkelijker. Nou, de nuttige energie, de energie die door het water wordt opgenomen, is Cm delta T. En die totale energie, dat is de hoeveelheid warmte die vrijkomt
door dat aardgas te verbranden, dus het aantal kubieke meter, aantal meter 3, keer de verbrandingswarmte. Heb ik even afgekort met verbewarmte. Dan gaan we hem invullen. 0,95 is C keer M keer delta T. Die ga ik uitrekenen. Gedeeld door het aantal kubieke meter, keer 32 megajoule. En mega is 10 tot de macht 6. Nou, dan vul je hem verder in door het kruisproduct te gaan doen. Dus hier schrijf je gedeeld door 1 op. En dan wordt het 1 keer 4,18 keer 11.000 keer delta T. Is 0,95 keer 0,12 keer 32 keer 10 tot de macht 6. Hoe krijg je delta T? Reken dit stuk uit en deel hem door dit stuk. Zet hem wel tussen haakjes. En dan is delta T 79 graden Celsius. Als het water op het einde 90 is en het temperatuurverschil is 79, dan was het in het begin 11 graden Celsius. 5 punten in totaal. Ik zal er eentje geven voor al die gegevens mooi op te schrijven met die formule hier. Tweede punt voor het rendement invullen. Derde punt voor dit stuk invullen. Vierde punt voor dat kruisproduct. En het laatste punt voor je goede uitkomst met de eenheid erachter en de grootheid die je uitrekent. Totaaloverzicht, dus dit was de som. En hier begon de uitwerking. 5 punten. Het cijfer krijg je door je behaalde punten te delen door 28 keer 9 en dan op het einde er 1 bij op te tellen. Dat is je HAVO-cijfer. Bij VWO mag je een half punt aftrekken.